thuis verliezen voor de beker tegen Lokeren. Wat is jouw analyse? Ja, oké, dat het beter in de beker is dan in de competitie. Maar eerst zelf was gewoon slecht. Ik denk dat we overlopen werden in het middenveld, dat we aan het zwemmen waren. Oké, je speelt tegen een ploeg die, ja, oké, er werd heel veel gezegd en geschreven, maar het is gewoon een ploeg die top 6 gaat spelen, denk ik. Heel veel kwaliteit, een heel sterk middenveld. Oké, we hadden geopteerd om Gudemis te laten rusten. Maar achteraf bekeken, ja, tweede helft komt hij in en dan was het weliswaar 0-3. Maar we krijgen de wedstrijd onder controle, maken dan in een knotsgekke wedstrijd 1-3 en kunnen binnen de 2 minuten op 2-3 staan. En dan heb je een andere wedstrijd. Maar jezelf was ondermaats. Ja, oké, dan onder de rust moet je dan een rol vervangen met wat last aan de adductoren. De Livio die letsel oploopt aan de hamstring op het einde en ook nog Joren Vermeulen die last heeft van zijn hamstring. Dus ja, het blijft allemaal een beetje duren, maar ik zeg het, ik ben uiteindelijk nog blij met de reactie de tweede helft. Maar de eerste helft was aan beveren en zelfs eerste klasse onwaardig. Na een half uur was het eigenlijk al over en uit. Ja, maar je weet in een goede tegenstrever die natuurlijk op scherp staat na een mindere wedstrijd in Bergen. Dan weet je dat het moeilijk is. Oké, de 1-0 kan je nog begrijpen, omdat het is een beetje geluk dat die bal binnen gaat. Maar de 2-0 moet je, man en bal moeten de tribune in. En het is te makkelijk om daar het doelpunt weg te geven. Ja, en dan 0-2 of 0-2, ja, en dan zak je toch een beetje in elkaar. Oké, we onder de rust gezegd van oké, we kunnen hier wel staan roepen, we kunnen boos zijn. Uiteindelijk zullen we het toch met elkaar moeten doen en we gaan er alles aan doen. We hebben het organisatorisch een beetje bijgesteld. Op het einde ook nog met 2 spitsen gaan spelen. Oké, tweede helft denk ik weinig weggegeven, maar zoals je al zei, na een half uur was de wedstrijd gespeeld. Kun je echt optrekken aan die tweede helft? Nee, ik denk dat de eerste helft te zwak was om ons daaraan op te trekken. Maar uiteindelijk, als je hier 0-6, 0-7 verliest, ja, dan ben je helemaal knock-out. En nu kan je voor hetzelfde geld binnen 2 minuten maak je 2-3. Maar dat is het verschil. Zij maken wel die 0-2. Onder de keeper en wij twijfelen. En oké, stel je voor, 20 minuten, het wordt 2-3, dan is het een andere wedstrijd. Maar het had niet rechtvaardig geweest op basis van de eerste helft. Ik zag hier heel wat supporters al na een half uur vertrekken. Ja, en ik kan het ook wel begrijpen, langs de andere kant. Maar je kan boos zijn op mensen, maar uiteindelijk zullen we het toch met elkaar moeten doen. En op dit moment is dit hetgeen dat we kwalitatief voorhanden hebben. Dus hier moeten we het mee doen. En we hebben ook al niet veel mogelijkheden meer van voor. Had ik alleen nog Demjan op de bank. Dus ja, de spoeling wordt dun. Nu weer een aantal jongens die wat last krijgen. Dus uiteindelijk zullen we het toch met elkaar moeten doen. Het feit ook dat de supporters bommen gooien. En ik snap supporters, er is frustratie. Maar uiteindelijk zullen we het toch samen moeten doen. En ik begrijp dat ze bepaalde mensen, dat ze hun frustratie daarop willen afreageren. Maar uiteindelijk moeten we het toch samen doen. En hebben we hun steun nodig, hoe moeilijk dat het ook is. En daarom was ik heel blij dat we de tweede helft, omdat we iets beter gingen voetballen en dreigender waren, dat ze toch nog achter ons gingen staan en dat het uiteindelijk allemaal nog meeviel. Want ik moet zeggen, onder de rust had ik echt wel het gevoel van, straks breken ze het stadion af. Ik kan roepen en tieren en ik begrijp supporters absoluut, want ik ben de eerste die wil mooi voetballen, maar je mag ook niet verwachten dat we op dit moment gaan voetballen als Barcelona. Wij moeten het doen met de kwaliteiten die we hebben. En met mentaliteit, en dat was de eerste helft heel zwak. En ik kan nu mijn spelers gaan afschieten, maar uiteindelijk zullen we zaterdag toch naar Anderlecht moeten. Dus ik probeer toch nog mij op te trekken aan die tweede helft. En met een positief gevoel met mijn spelers die wedstrijd voor te bereiden. Want ik kan wel negatief gaan doen, maar uiteindelijk hebben we zaterdag weer een belangrijke wedstrijd.